Gert, allereerst gefeliciteerd. Wat gaat er door je heen? Nou, enorme blijdschap, ook eerlijk zeggen. Gewoon, ik had er ook geen seconde. Op een gegeven moment dacht ik van, dat komt niet meer goed. Het team zat zo vast. En dan, dit is gewoon natuurlijk een waanzinnige ontknoping voor ons. Je hoopt erop en dat het 3-0 wordt, daar had je niemand op gerekend vooraf. Tegen Zwolle, maar we hebben gewoon zondag gewoon zo'n goede pot gespeeld. En vandaag staat vast. Maar ja, er zit zoveel karakter in dit team. Dat we super trots. En, geweldig dat we naar de halve finale gaan, samen met de top 3 natuurlijk. Dus dat, wat wil je nog meer wensen? Ik zag je tijdens de wedstrijd wel een beetje op Twitter volgens mij. Ja. Schreef je alleen de scores of was je ook wel een beetje aan het schrijven hoe je je voelde? Ja, nou, als ik twitter probeer ik zo neutraal mogelijk te zijn. Dus soms gooi je er wat gevoel in. En we zaten gewoon vast. Ik geloof dat ik dat gewoon op een gegeven moment getwitterd heb. Dat we gewoon vast in de aanval zaten. Het liep niet, het was te ingewikkeld schijnbaar. Maar dat kan Erik beter vertellen dan ik dat kan. Oké, nu tegen Den Bosch. Laatste keer hebben jullie goed gewonnen hier thuis. Dus wat verwacht je van die serie? Nou, we zijn natuurlijk een beetje de angstrekener voor Den Bosch, denk ik. We hebben ze 3 jaar geleden uit de kwartfinales gegooid. En vorig jaar hadden we ze ook bijna uit de play-offs. En nu weer met 20. Ja, bedoel, in principe is Den Bosch natuurlijk de favoriet. Zeker dat ze thuisvoordeel hebben. Maar we gaan er gewoon vol in. En Jos Frederiks is nog niet van ons af. Even wat anders. Hebben jullie al een update wat betreft sponsors voor volgend jaar? Nee, nou, we zijn bezig. Dat is het enige wat we erover kunnen zeggen. We doen stinkend ons best. En als je dit vanavond ziet, dit verdient gewoon een hoofdsponsor. Alleen ja, die melden zich niet uit zichzelf. Dus dan boek je er zelf achteraan. Dus we zijn hartstikke hard voor aan het werk. En we hopen dat we binnen een paar weken wel wat nieuws hebben. Maar ja, dat. Ik heb het zeker na vanavond moet gewoon zeggen van dit mag hier niet stuk gaan. Dus dat gaat, dit moet absoluut door. Valentijn, gefeliciteerd met de overwinning. Wat ging er door je heen toen je de laatste schot erin schoot? Die zit erin. Dat was het eerste wat ik dacht. Toen ik hem losliet, dacht ik, die zit erin. Het was toch nog even heel spannend. Hoe ervaren jullie dat, zeg maar, in time-outs en dergelijke? Ja, het was moeilijk, want de hele wedstrijd speelden we niet echt goed. Terwijl we wisten dat we beter konden. En dan is het heel frustrerend om niet die knop om te kunnen zetten, zeg maar. En geen stops kunnen maken en geen aanvallend niet tegen die zone te kunnen spelen. En dan is het heel frustrerend als dat niet goed gaat, zeg maar. Dan is het wel extra mooi om zo te maken. Volgende wedstrijd tegen Den Bosch. De laatste keer hebben jullie daar goed van gewonnen. Hoe zie je die serie tegemoet? Ja, het is een hele andere ploeg natuurlijk. Hele andere spelers. Heel ander systeem. Maar we hebben van ze gewonnen de laatste keer. En ook wel overtuigend. Dus we zijn sowieso niet kansloos. En we gaan er gewoon voor. En dat wordt een leuke serie. Allereerst gefeliciteerd met de overwinning. Wat ging je door je heen toen Valentijn het schot erin schoot? Niets. Ik keek alleen naar de klok en dacht nog 3-4 seconden stonden er op de klok en we moeten in ieder geval geen tegenscore krijgen. Had je het verwacht dat het toch nog terug zou komen? Nou, ik weet wel dat wedstrijd 3 altijd een hele moeilijke wedstrijd is in een serie van 5. Zeker als je 2-0 voor staat, is een hele lastige wedstrijd. Andere team vecht voor hun leven en voor lijfsbehoud, dus dat is altijd een lastige wedstrijd. Blij dat er nu even een weekje rust tussen zit. Ja, dat zal ons goed doen, want we speelden natuurlijk met een vrij kleine rotatie. Dus we zullen de rust goed kunnen gebruiken. Hoe zie je uit naar de wedstrijd tegen Den Bosch? De laatste keer hebben jullie wel goed gewonnen hier thuis. Maar ja, het is altijd een lastig team natuurlijk. Nou, ze zijn niet voor niks nummer 1. Ik bedoel, de ranglijst ligt niet in dat geval. Zij zijn absoluut favoriet in deze serie. Een goed aanvallend en goed verdedigend team. Ook nu in de play-offs zie je dat weer, dat ze verdedigend goed op slot hebben zitten. We weten dat we er tegen kunnen spelen, we kunnen er tegen scoren en we kunnen er tegen verdedigen. Maar dat voor al die wedstrijden opbrengen, dat wordt onze grootste challenge eigenlijk. Geconcentreerd kunnen verdedigen, dat is heel belangrijk tegen hen. Dus ik ben benieuwd hoe ons team het daar gaat doen. Als je kijkt naar het afgelopen seizoen, wat is dan jullie sterkste punt geweest tegen Den Bosch? Nou, we hebben 3 wedstrijden verloren, 1 gewonnen. En die wedstrijd die we gewonnen hebben, hadden we het verdedigend op orde en konden we hen stoppen. Het is natuurlijk een heel gevaarlijk aanvallend team met heel veel wapens op de vloer. En in de andere wedstrijden, 3 die wij verloren hebben, hadden zij verdedigend grip op ons. Hè? Want ik denk dat wij ook veel wapens hebben in aanval. En dus in die zin zal het ook wel een slag worden in de verdediging. En kijken wie daarin de ander een beetje kan controleren. Ze spelen iets langzamer dan wij, dus ik denk dat als wij het tempo hoog kunnen houden, dat we iets meer kans hebben. Maar goed, zij zijn favoriet en ik vind hem een goed team. Het was een spannende wedstrijd. Hebben jullie hem zitten knijpen? Ja, ik gaf er geen cent meer voor. Alleen die technische fout van die knakker van Zwolle, dat was het keerpunt. En toen ging het mis voor Zwolle en gelukkig goed voor ons. Dus. Ja, het is ongelooflijk als je in de laatste minuten
van 5 achter in één keer nog 1 punt voorkomt en ook nog de wedstrijd wint. En nu hebben we even iets 8 dagen rust. Dat is ook wel beter voor mezelf, want je houdt geen stem meer over. En, nee, dus ik drink nu even een biertje, want heb ik wel verdiend na die mooie overwinning. Wat ging er door je heen toen Valentijn dat schot erin schoot? Nou, ik dacht, dat kan toch niet, dat hij die bal erin schiet. Hij heeft 1 gemaakt, maar verder zat hij niet echt in de wedstrijd. Maar als je de belangrijkste punten erin gooit, ja, dan doe je het toch goed. En dan heb je echt de game gewonnen voor Aris. En we kunnen alleen maar trots zijn op het team dat ze toch weer vechtlust hadden. Ondanks dat ik er zelf ook niet veel voor gaf. Maar ja, dan gebeurt het wel en dat geeft alleen maar aan dat het team heel goed bezig is. Nu tegen Den Bosch. Laatste wedstrijd wel gewonnen, maar toch een moeilijk team. Hoe kijk je tegen die serie aan? Nou, ik denk dat dit team nu in zo'n flow zit. En de hele stad Leeuwarden zit in zo'n flow nu met Cambuur en Aris. Verliezen kan niet meer. Dit komt goed. Wij worden gewoon kampioen dit jaar.